Dit is dag 1 van mijn vijfdaagse trip hier in de Westhoek. Gisteren vanuit de Franse Bourgogne naar hier gereden. Waar ik nu sta, heb ik in mijn campertje geslapen. Ik zal nog niet verklappen waar ik nu ben. Ik kan alleen zeggen dat ik in de buurt ben van Ieper. Ieper ligt daar aan de horizon achter mij. Ga ik straks nog doorrijden. Maar eerst heb ik een afspraak vandaag om 11 uur in de bierhoofdstad van België. En dat is uiteraard Popering. Ik ga daar naartoe, ik ga met de fiets gaan. Ik ben een beetje aan de late kant, ik moet mij dus haasten. Maar onderweg vertel ik jullie wel meer over wat er vandaag allemaal op de planning staat. Ja, ik fiets vandaag de bierfietsroute Poperingen-Vleteren-Ieper. In principe start hij in Poperingen, maar ik ben vandaag gewoon in Ieper gestart. Dat kan even goed, want eigenlijk volg je gewoon het knooppuntennetwerk van de Westhoek. Ik heb nog een tweetal kilometer te gaan en dan rij ik Poperingen binnen en daar heb ik een afspraak bij Goesten. West? Goed. Vertel eens, wat is Goesten? Bij Goesten proberen we zoveel mogelijk te werken rond de rijkdom van streekproducten in onze Westhoek en Noord-Frankrijk ook. We hebben onze Goesten boutique, waar mensen streekproducten kunnen aankopen en natuurlijk ook ons ijsvaleretage en het ijs- en eethuis, waar we ook enkel bieren uit de Westhoek hebben, wijnen uit het Heuvelland en volgens de seizoenen onze kaart samenstellen. En ik heb gehoord dat jullie iets speciaals doen met ijs en bier. Dat klopt, het is al meer dan 20 jaar dat we bierijs maken met West Vleteren, maar dat is enkel en alleen gemaakt voor de Café in de Vrede, vlak naast de Abdij. Maar sinds kort maken we er ook met Sint Bernardus. Kan je dat een keer proeven? Tuurlijk, ja, absoluut. Ja? Anders moet ik een potje uithalen. Ja, fantastisch. Dus wat hij hier nu heeft, dat is Sint Bernardus ijs. Ja, dat is de Abt 12 gemaakt. De Abt 12, ja. Dus het is. En word ik daar zat van? Toch moet je er al wel redelijk veel van heen. Want ik heb proef. Proef je echt het bier? Ja, ja, zeker. Ja? Zeker. Maar ik proef het echt, hè? Ja. Het is lekker. Ja, een beetje maas. Ja, het is echt lekker. Bart, ik vond het heel lekker. Merci. Ik ga afscheid nemen van je. Ik ga terug de fiets op. Wacht. Ik ga nog tot geven. Ja. Kan je Turbo Noir? Turbo Noir, nee. Turbo Noir. Biertje van Franken die is met Van Damme. Zit je in de zware gitaar, niet? Van Channel Zero? Ja, het zal wel zijn. Ja, ja, ja. Oh, okay. Dat is een pot krijgen. Je hebt ook ijs gemaakt. Met Turbo Noir. Met bier van ja. Franken de Smet van Damme, ja. Channel Zero. Fantastisch. Dus dat had ik proeven, maar ik heb net al een heel lekker Sint Bernardus binnen gehad. Ja, een potje meer? Ah ja. Daarnet bezocht ik nog het zeer interessante hopmuseum in Poperingen. En net buiten de stad kwam ik meteen op de plaats waar het allemaal gebeurt. Dit zijn de hoppenvelden. Het is nu augustus, straks is het september. En september is hier de oogstmaand. En zoals je ziet, de hoppenbellen die zijn hier bijna klaar. Dus de hoppenoogst die begint weldra. De fietstocht zit erop, ja, goede 50 kilometer gefietst vandaag. En het plan was eigenlijk om helemaal op het einde, op de markt van Ieper, een biertje te drinken. Na een bierfietsroute moet dat wel. Maar net op het moment dat ik er aankwam, was het slotdefilé bezig van de wandeltocht, de vierdaagse van de IJzer. Het was dus over de kop lopen, geen plaatjes vrij op het terras. Dus dacht ik, ik rij gewoon door naar mijn logeerplaats. En dat is deze camperplaats bij het Hoge Krater Museum. Een relatief nieuwe camperplaats met een heel mooi zicht op de stad Ieper verderop in de vallei. We kunnen eerst nog heel snel meenemen naar een ander punt, hier vlakbij Hoge Krater. En daarna zoek ik wel een oplossing voor dat biertje. Een van de redenen dat ik hier nu 5 dagen ben, is
dit boek, want dit boek kwam uit midden in de eerste lockdown. En zoals ik jullie al zei, het is een jaar geleden dat ik hier nog ben geweest. Het leek me dus een goed idee om nog eens de plaatsen op te zoeken die ik in dit boek beschrijf, waar ik telkens een verhaal bij heb. En ook hier in het kraterbosje vlakbij het Hoge Kratermuseum hoort een verhaal. Dat is het verhaal van de eeuwige liefde. Vlakbij een monument die hier net om de hoek staat, R.E. Grave, daar staat de naam op van Jeffrey Boothby. En Jeffrey was verliefd in de Eerste Wereldoorlog. Hij was verliefd op Edith. Maar het feit dat zijn naam op dat monument staat, is geen goed teken. Dat betekent dat hij hier op deze plaats om het leven is gekomen. Hoe dat precies allemaal aan elkaar zit, heb ik helemaal uitgeschreven in dit boek. Dus als je het wil lezen, koop het boek en lees het verhaal. Oh ja, voor ik het vergeet, van 17 tot 19 september vindt in Poperingen lekker Westhoeks plaats. Daar kun je proeven van heel veel lekkere streekproducten, maar uiteraard ook van de vele lekkere bieren die deze streek, zeker het Poperingse, rijk is. Ga daar dus zeker naartoe. Mijn bierprobleem is opgelost, want de eigenaar van deze camperplaats en het museum en de cottage en de barak, heel die noek hier, die heeft mij net uitgenodigd om een aperitiefje te drinken en ik hoop dat hij Wipers Times geeft. Ja, natuurlijk, het beste bier van Ieper en omstreek. Voilà. Voilà, eindelijk na een lange dag fietsen een Wipers Times biertje en het doet deugd. Ik ga deze video hier afsluiten. Morgen ga ik zoete dingen eten in het Veunse en dat zien jullie dan volgende week in een nieuwe vlog. Santé.